harte welkom weer, lieve mensen. Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. En ik heb vandaag twee gasten hier. Rolf Nuis is aanwezig. Hallo. En Priscilla Tilman, welkom. Dankjewel. En ik heb al eerder aangekondigd dat Priscilla zou komen. Ik heb in eerdere afleveringen wat over haar verteld natuurlijk. En daar gaan we straks zeker op in hoe ik haar ook heb ontmoet. En wat zij allemaal doet met de quantum healing sessies, maar ook samenwerkingen met Rolf Nuis, die hier al drie keer onderhand drie is geweest. Ja. Wauw. Dus zij werken ook samen, vandaar dat ze ook hier met z'n tweeën zijn. Ik ontmoette Priscilla op een moment, en daarom is dit zo belangrijk, waarin heel veel mensen op dit moment in zitten. Dus ik was al een aantal jaar, dat was voor mij dan 7, 8 jaar, en voor veel mensen is het pas 2 of 3 jaar, met complotten bezig en alles uitzoeken wat er allemaal niet klopt in deze realiteit, politiek level en wat nog steeds belangrijk is. Op een gegeven moment wil je verder. Heel veel mensen zitten daar nu ook in die fase en zijn ze spiritualiteit aan het ontdekken. Dat heb ik dus ook gedaan. Uiteraard kom je eerst best wel standaard basic work tegen, wat je eigenlijk overal hoort. New Age-achtige verhalen, ook spirituele, interessante verhalen. Maar er zijn ook andere opties mogelijk, om het zo maar te zeggen. En die hoorde ik vooral van Priscilla. Dus net op het moment dat ik dacht van, hey, ik kom hier voor een les, dat ik dacht dat ik het een beetje begreep, kwam zij toch met hele nieuwe inzichten, die ik uiteraard hier in deze afleveringen met jullie al heb gedeeld. En daar ben ik haar dankbaar voor. Dank je wel, Priscilla, daarvoor al eerst. Je vertelde ook toen ik jou tegenkwam en ik zag al op je website, ik heb natuurlijk via Dolores kennen ben ik bij jou gekomen, via Joffrey. Dat is de jongen die bij de eerste 3 afleveringen hier was. En die vertelde inderdaad dat hij bij jou een hypnose heeft gehad. En die zei, joh, maar zij vertelde dingen, Dino, zegt hij, daar hebben wij nog nooit van gehoord. En toen ben ik naar jou toegekomen. En vooral ook omdat je les hebt gehad van Dolores kennen, was ik wel geïnteresseerd, ja, hoe de metafysische wereld eruit ziet. Allereerste vraag, hoe ben jij bij Dolores kennen gekomen eigenlijk? Ja, nou eigenlijk omdat ik al heel lang een gevoel heb van heimwee. Dat klinkt misschien gek, maar als klein kind had ik dat al. Ik dacht van ja, waar komt dat vandaan? En dat begreep ik natuurlijk niet toen ik zo klein was. En dus op een gegeven moment word je ouder, ben ik me gaan verdiepen in spiritualiteit. Daar werd dat gevoel aangeraakt. Dus ik zocht eigenlijk naar de reden daarvan. Kwam ik niet achter, maar ik heb echt heel veel gedaan. Heel veel opleidingen, heel veel cursussen, workshops, waardoor ik wel besmet raakte met dat wereldje, zeg maar. En al heel lang een praktijk, sinds 2004. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet toch verder zoeken, hè, dat gevoel. En toen kwam er een boek voorbij van Dolores Cannon, gewoon op internet. Ik was aan het surfen. En dat was het boek The Three Waves. Dus de voorkaft raakte mij. En dat resoneerde. Ik wist nog niet eens de inhoud. Maar ik voelde wel, ik moet dat boek hebben. Dus ik heb het gekocht. Dat was denk ik in 2011. Toen was die net uit. En de inhoud daarvan, dat was eigenlijk het antwoord van mijn gevoel, van de heimwee. Mm-hmm. En heimwee waar naartoe, dat was niet aard, zeg maar. Mm-hmm. En heel veel herkenning en antwoorden kreeg ik door dat boek. En toen ben ik meer boeken van haar gaan lezen. En toen schreeuwde eigenlijk alles in mij om de opleiding te gaan doen. Alleen, wat gebeurde er? Wat voor opleiding is dat? De opleiding Quantum Healing Hypnosetherapie. Waar we het vandaag over gaan hebben ook uiteraard. Ja. Alleen één dingetje was dat ik niks had met vorige levens. En Dolores heeft het veel over vorige levens. Dus een regressietherapie naar vorige levens. En ik had eigenlijk niks met vorige levens. Ik geloofde daar niet echt in. Op een bepaalde manier dan. Hè. Zoals het zeg maar in de boeken staat geschreven. En zoals het de spirituele wereld het vertelt. Daar had ik gewoon niks mee. Maar ik ben wel de opleiding gaan doen. Dolores kwam naar Engeland in 2013. Voor level 1, super week heb ik gehad. Echt, naar die vrouw. Een humor. En ik heb echt zo moeten lachen om haar. Maar ook zeer serieus. Maar echt, ze kan het gewoon brengen met humor. Dus zij is echt een master in. Ze was niet zweverig of zo? Nee, die stond echt met haar benen
echt regel, ja, hoe zeg je dat? Vast op de grond. Ja. En een jaar later kwam ze weer naar Engeland voor level 2 te geven. Ben ik weer gegaan, maar toen had ik inmiddels 100 sessies gedaan. Want ja, er is gewoon heel veel vraag naar de sessies, de sessies die van haar die ik geef. Dus level 2 gedaan. En sinds 2013 doe ik dit dus. Ja. Fulltime. Dat is bijna 10 jaar dus. Ja. En zou je misschien de kijker die het nog niet weet willen uitleggen wat quantum healing is? Ja. Wat haar methode is en wat het anders maakt met basic regressietherapie, zeg maar. Nou, eigenlijk wat er gebeurt is, zij heeft een manier ontdekt om via de hypnose, als de cliënt in hypnose is, om contact te maken met, zoals ik het noem, het totale zelf. Zij noemt het het subconscious, conscious, maar ik vind een mooiere term het totale zelf. En daar van daaruit antwoorden te krijgen, dat gaat gewoon via de cliënt. Hè? Dus de cliënt is onder hypnose of in een diepe trance. Hè? Want hypnose, ja, daar heb je ook al gelijk een bepaalde lading zit daarbij. Of het zit daarop voor heel veel mensen. Maar je zit in een diepe trance, waardoor je dus het eerste deel van de sessie ga je, zeg maar, ik noem het verhalen zien. En de verhalen hebben altijd te maken met waar de cliënt, het proces waar de cliënt in zit, maar ook de vragen waar ze mee komen naar de sessie. Dus het is nooit onzin. Dus dat is het eerste deel. En het tweede deel maak ik, zeg maar, contact met het totale zelf van de cliënt. En dat spreekt tegen mij, via de cliënt. En dan kan ik alle vragen stellen waar de cliënt mee komt. Eventueel heling kan er uit ontstaan. Er kan heel veel gebeuren. Waar komen de mensen vooral voor? Vooral voor diepe levensvragen. Mm-hmm. En processen waar ze in zitten, waar ze antwoorden in willen hebben. Maar ook veel mensen die fysieke problemen hebben, die daar inzicht in willen krijgen en een oplossing voor zoeken. Mm-hmm. Dus en daar wordt allemaal mee gewerkt of ingewerkt tijdens een sessie. En je hebt het aardig druk. Mijn vrouwtje die is in februari 2028 ergens aan de beurt. Zoals jullie zien, zo gelijkwaardig gaan we met elkaar om hier. We kregen ook geen voorrang en dat vind ik heel goed. Maar heb je ook wat Dutch mee? Ik heb je natuurlijk een paar keer over jou gehad, hè, in de afleveringen. Ja, ik weet het. Ik vind het echt tof dat je bent gekomen, want je bent niet zo van camera's aan en alles. En dat je die stap neemt is wel heel belangrijk voor onze podcast. Vooral in de fase waar we nu zitten, om wat meer inzichten te krijgen van jou en Rolf natuurlijk, die al hier wel is geweest. Heb je mensen van Dutch Matrix ook gehad? Je hoeft ze niet bij naam te benoemen, maar ja, zeker. Die naar ons kijken, ja? Die kijken, ja, juist, ja, best veel. Ja. De allereerste keer dat jij mijn naam noemde, ja. Maar je had het aan mij gevraagd, hè? Dus ja. Daar ben ik je dankbaar voor dat je Tuurlijk. Dat niet zomaar gedaan hebt. Maar ik heb daar wel goed over nagedacht, want ik had het best druk. En denk ik, ja, hè, dus doe maar. En toen heb ik De maanden daarna heb ik best wel veel Dutch Matrix mensen gehad. Mm-hmm. En ik vind dat juist heel erg leuk, weet je. Want jij hebt een bepaald publiek. En dus dat ik niet alleen maar dezelfde soort mensen krijg. Ja, merk je dat ze iets anders zijn in ons publiek dan standaard spirituele, zeg maar? Wat ik merk is dat bijvoorbeeld de mannen, hè, en dat is zonder oordelen, dat ik dit zeg, vaak zo een beetje stoer zijn, maar met zo'n hart. Ja, zo zijn we, klopt. Ik maar ben er die, ook die ook heel diep in hypnose kunnen gaan. Wow. Het is niet iets van ik ben stoer en kan je niet aan uiterlijk zien, zeg maar? Nee, juist helemaal niet. Dus ik heb van alles gehad in mijn stoel, zeg maar. Wow. Dus, en dat vind ik super. Wauw. Ja. Mijn vrouwtje heeft volgens mij een aantal jaar geleden, heb ik haar hypnose ook mogen luisteren. En die zat er zodanig in dat ze het gewoon echt werkelijk waar eng vond ook. Dat ze echt in een andere realiteit was. Ze is natuurlijk heel blij dat ze het heeft gedaan. Ze wil het nog een keer doen. Het is absurd hoe je bewustzijn dus gewoon totaal naar een andere realiteit kan worden getransformeerd. Wat gebeurt er eigenlijk dan tijdens zo'n hypnose? Nou eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen dat je door die diepe hypnose of de diepe trance kan je in verschillende of andere bewustzijnsvelden terechtkomen. Wat ook gebeurt met de hemisync-technologie waar ik samen met Rolf mee werk. En dat is juist zo mooi, want het heeft een overloop met elkaar. Dus daar komen ze in terecht en waardoor je meer open gaat staan. En wat ik dus
ook ontdekt heb, is sinds dat ik, en dat is sinds 2016 ongeveer, de hartsintelligentie, het gebruiken of in je hart zijn. Als ik dat ook toepas, en dat heb ik geïntegreerd in de sessies, wanneer mensen, cliënten dus echt vanuit hun hart de sessie ingaan, ja, dan gebeuren de mooiste dingen. Je kan echt een diep contact maken met wie je ten diepste bent, maar ook met andere bewustzijnsvelden, andere intelligenties. Ze kunnen overal terechtkomen, andere werkelijkheden. Dus, je zegt, ik geloof niet in vorige levens, maar waar belanden dan die mensen, zeg maar, in een andere realiteit of zo? Ja. Ze kunnen terechtkomen in andere realiteiten, andere werelden, andere, ja, noem het dimensies. Maar ja, wat is dan een dimensie? Hè? Dat is ook al zoiets. Maar ook in hun huidige leven, vroeger, hè, een vroeger periode in hun huidige leven. Ze kunnen ook terechtkomen in een ander lichaam. Een lichaam van een dier bijvoorbeeld, of een heel ander wezen. Dat kan allemaal, maar kijk, ik noem het verhalen. Ik vind dat, daar zit geen lading op. Verhalen of andere levens, maar geen vorige levens. Want vorige levens, kijk, weet je waarom ik daar wat moeite mee heb als je dat wil weten? Graag. Omdat de term vorige leven, hè, wat doet dat met je? Als je denkt dat er vorige levens bestaan, dan, je zou bijvoorbeeld kunnen denken van, ik heb zoveel shit in mijn leven meegemaakt. Ik zal in mijn vorige leven wel iemand vermoord hebben. Dus gaat gepaard met karma eigenlijk, soort van, toch? Precies. Ja. Dus wat doet dat met je? Met je kracht? Opgeven, uitstel het leven leiden met lange ei? Ook, maar ook zo van ik moet oppassen dat ik geen nieuw karma creëer. Ja. Ja. Want straks moet ik weer terugkomen naar dit leven of zoiets. Dus dat klopt niet. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar te voelen. Dus ik ben daar naar op zoek gegaan ook. Hè? Want ik ben ook fan van Martijn van Staveren. Fan, maar op die manier, in die zin. Op een gezonde manier. Ja, op een gezonde manier. Dat zijn informatie. Hè? Ja. Daar resoneer ik mee. Ook niet met alles, maar delen daarvan. Ja, hij geeft woorden aan gevoelens die ik al als zo'n jong meisje had. Je had herkenning, had je erin. Wat hij zegt over bijvoorbeeld vorige levens, dacht ik van ja, ik neem nooit zomaar iets aan. Dus ik ben daar echt naar op zoek gegaan. Dus ook met die weken die wij geven, die weekprogramma's bij Focus 34, ben ik ook gaan reizen in bewustzijn. Ik ben gewoon op zoek gegaan naar informatie. Hoe zit het dan? En in die velden kon ik komen via bewustzijnsreizen. Hoe zit dat dan in elkaar? Hoe zit de matrix in elkaar? Hoe zit dit in elkaar? Hoe zit dat in elkaar? En voor mijzelf heb ik daar antwoorden op gekregen. Waardoor ik nu weet van, vorige levens zit iets anders in elkaar dan dat de gangbare mens denkt. Mm-hmm. En ik zeg niet, het is de waarheid, het is mijn waarheid, maar die kan morgen weer anders zijn. Mm-hmm. Maar dat heeft mij heel veel inzicht gegeven. Dus vandaar dat ik altijd zeg, beschouw het maar als verhalen of als andere levens. Jij moet wel vol met informatie zitten. Ik denk dat je meer dan 1000 hypnosesessies onderhand hebt gedaan. Of, Ik zit denk ik nu zo op 1400. Dat bedoel ik. Je hoort zoveel sessies. Bizarre verhalen die natuurlijk ook in boeken van Dolores Cannon staan. Ja, want aan een persoon kan je... Het zijn juist de meest normale mensen die misschien het meest bizarre verhalen hebben. Of sommigen die misschien niet eens zo boeiend zijn. Maar je hoort heel veel daarover. Ja. Plus je hebt het zelf ervaren. Met Amy Sim komen we straks nog op terug. Ja. Heb ik even één vraagje. Dit is voor mij even belangrijk in mijn proces. Want ik ben heel erg door Dolores Cannon geïnspireerd. Daardoor ook bij jou gekomen. Tot het boek Keepers of the Garden was het eigenlijk gewoon spirituele leer. Jij moet me even corrigeren als ik het niet goed heb. Daar werd ook uitgegaan dat we in een lesproces zitten hier op aarde. Dat we onze karma van vorige levens dienen te af te ronden. En na dat boek Keepers of the Garden, ik ben even de naam kwijt, hypnotiseert ze iemand en die zat ineens in een andere werkelijkheid. En toen werd er verteld dat karma er niet echt toe doet voor die geïncarneerde bronwezens van die Three Waves of Volunteers waar je het over hebt. Maar kan je mij dan uitleggen, hoe komt het dan dat ze eerst dat Dolores Cannon eerst in die informatie kreeg en later bleek het toch iets anders te zijn? Dat vraag ik mij af, even voor mijzelf ook, maar misschien ook dat mensen daar wat meer van zouden willen weten. Het is gewoon zoals ik het zie, hè? Tuurlijk. Dat het de waarheid is, hè? Maar kijk, Dolores heeft ook een evolutieproces meegemaakt, hè? Dat gebeurt met iedereen, ook bij mij. Ik deed het anders, mijn sessies 10 jaar geleden dan nu. Dus
zij zegt ook op een gegeven moment in haar boeken, en misschien heb je dat ook wel gelezen, mm-hmm. dat er ook iets bestaat als de backdrop people. Ja. Hè? Dus dat op een gegeven moment, die evolutie die zij heeft meegemaakt, is het ook anders gaan zien. Dus toen ik de opleiding deed, toen zei zij, de meeste mensen komen terecht in metaforische of symbolische levens. Mm. Dus ze heeft eigenlijk de term vorige levens gebruikt, is ze niet veel. Nee. Imprints hadden ze het op een gegeven moment over. Dus imprints, maar ja, imprints. Bij sommige, dat niet je eigen leven, zeg maar. Maar dan invoegingen. Invoegingen, ja. Martijn heeft het daar ook over. Inserties noemt hij het volgens mij, ja. Dus dat kan allemaal. Ja. Dus als jij denkt dat je een Cleopatra bent geweest, of het gevoel hebt, maar hoe komt het dan dat er 10 mensen datzelfde hebben? Ik vind het wel interessant dat nooit iemand Hitler is geweest in zijn vorige leven. Maar altijd Cleopatra of een of andere farao. Ja, nee, maar dat is niet waar. Nooit Mussolini of Hitler. Nee, ik heb wel eens zo'n luitenant, of hoe noem je zo iemand die aan het leger stond van Hitler, die hele verkeerde dingen heeft gedaan. Oké. Okay. Of tenminste, daar kwam hij in. Daar kwam hij in terecht. Okay. Dus er zijn niet allemaal positieve verhalen waar ze in terechtkomen. Ik ben echt nog steeds onder de indruk van boeken van Dolores Cannon. Vooral dit boek. Ja, ja. Moet jou ook wel bekend voorkomen. Ik zat toen echt in een proces van wauw. UFO's kon ik wel van Area 51 en van die UFO-blaadjes. Maar dit was echt metafysisch level. Dit is echt een boek. Die heb ik wel eerder hier naar voren gehaald. Waar ook gewoon echt kwantumfysica zo uitgebreid wordt uitgelegd. Door iemand die in een hypnotische staat dat vertelt. Terwijl diegene daar niks van af weet. Ja, ja. En dat maakt het denk ik ook valideerbaar. Ja. Toch? Ja, maar dat klopt. Net als bij een ayahuasca-sessie. Als iemand neemt het, die weet niks. Wordt op een gegeven moment, komt weer bij van die reis. En begint ineens de meest ingewikkelde concepten naar voren te halen. Ja. Dus dat valideert het wel zeker. Ik heb eens een keer iemand gehad. Hè, die kreeg ook informatie tijdens de sessie. En ze kwam eruit en zei van ja, ik snap de helft niet. Hmm. Maar wat bleek nou? Dat na een jaar later had ze mij een mail gestuurd. Nou vallen dingen op zijn plek. Hmm. Dus haar totale zelf wist dat gewoon. En ja, ik merk dat steeds. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Kijk, als je informatie krijgt van je totale zelf. Kijk, het totale zelf gebruikt jouw referentiekader. Anders, hoe kan je anders informatie tot je nemen? Dus stel dat je dit level kent van of hebt van kennis. Kijk, jouw totale zelf zal nooit hier gaan zitten met zijn informatie. Want dat gat is te groot. Maar hoe wil je het snappen, hè, als cliënt? Dus wat doet het totale zelf? Dat geeft soms informatie op dit niveau, dat je daar net bij kan. En dat iedereen groeit, hè, of maakt een evolutieproces door. En dan kom je er op een gegeven moment. Maar vaak is het dit niveau, hetzelfde niveau. Het gebruikt, zeg maar, de woorden, de taalgebruik van de cliënt zelf. Ja, van hoe iemand in zijn staat is en vanaf daaruit wordt geopereerd, zeg maar. Dat het ook begrijpelijker misschien ook is enigszins voor de cliënt. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk tot elkaar gekomen? Want jij was met jouw ding bezig, quantum healing. En daarna kwam Rolf op je. Hoe is dat gekomen? Misschien kan Rolf dat vertellen. Ja. Hij is hier lang niet geweest. Welkom, Rolf. Dank je wel. Ook welkom. Ja, dank je. Ja, het is van ons allemaal hier, hè. Ja. Dus dank je wel, man. Dat is in 2008 geweest. En dat was naar aanleiding van, toen was 2012 heel hot in 2008. Dan begon dat, of dan was dat al bezig. En ik kwam op een boekje terecht, een klein boekje, over wat gebeurt in 2012. En dat was gebaseerd halverlings op de Andes-traditie en op rites en wat dat die mensen daarvan zeiden van 2012. En dan ben ik zo terechtgekomen bij een driedaagse workshop. Dat ging over de Moon Eye Key. Dat waren 3 aparte dagen. En dat ging door in Gent, dacht ik, of bij Gent, of Brugge, ergens in Vlaanderen. En ja, daar was Priscilla ook. En ja, we hebben dan die 3 dagen gedaan, met tijd tussen. En dan op het einde van de 3e dag zei degene die het organiseerde, zei van ja, er bestaat ook zoiets als het medicijnwiel volgens de Andes-traditie. En dat zijn over een heel jaar gespreid verschillende dagen.
of weekends en een driedaagse en vierdaagse, die ervoor zorgen dat je er helemaal in gaat en volg de vier windrichtingen enzovoort. En dan, ja, ik dacht bij mezelf, ja, ik ga dat doen. Dus ik heb mij ingeschreven. En tot mijn grote verbazing, wie kwam ik daar tegen? Toeval bestaat niet. Ja, terug Priscilla. En dan hebben we daar, we zijn daar helemaal doorlopen. Dat was trouwens een vrouw uit België die dat organiseerde in België. Maar er was een man bij, Avani van Leeuwen. En die paste dat echt toe. Die leefde als shaman. En die had zelf ook groepen. Nu, na dat eerste weekend of de eerste driedaagse, werd er ons verteld van, kijk, we gaan het niet meer samen doen. De mensen die willen, die kunnen bij in België blijven, maar degene die bij Avani zou willen volgen, dat kan ook. En voor mij was het onmiddellijk duidelijk van, ja, ik ga het bij Avani volgen, want die man, die leefde dat, die ging heel diep. Die bracht zaken naar boven dat ik dacht van, wow, dat wist ik nog niet, of ik had er wel van gehoord. En ook daar, van de hele groep, was er nog één iemand die ook naar Avani blijkbaar ging. Wie is dat? En dus zo zijn we dan, is het contact ontstaan en hebben we dus zowel in heel die Andes-traditie het persoonlijk medicijnwiel gevolgd gedurende een jaar, dan heel de healing gevolgd een jaar. En dan, ja, ik ben nog assistent geweest, ik ben dan nog naar Peru geweest en zo verder. Maar dat is eigenlijk de basis geweest. Want ik denk dat jullie ook dan... Wat deed jij toen al, die Monroe-instituut? Nee. Oh, nog niet toen. Nee. Dus Monroe kwam later. Zijn jullie daar samen in gekomen? Of was jij dat, nee, deed jij dat eerst? Op een gegeven moment hebben we ook een tijdje geen contact gehad na die periode. En ik was toen met Monroe bezig. Allee, voor mij was het, wat ik in de Andes heb meegemaakt, in de Andes-traditie tegenkwam, had ik voordien, mijn eerste contact met Hemisync Monroe Instituut was 2002, okay, had ik die zelfbewustzijnsgebieden al verkend, gedeeltelijk. En ik stond eigenlijk op het punt van, ja, ga ik dat volgens de Andes-traditie ook hier bij ons introduceren, of is er een andere manier? Mm-hmm. En dan heb ik in 2012 beslist om het via Hemisync en de Monroe programma's hier te brengen, omdat dat veel meer aansloot bij onze realiteit en het westers referentiekader. Duidelijk. En Priscilla, jij vertelde me weer dat jij juist gefascineerd was dat heel veel dingen van je quantum healing, die informatie die je had en kennis, overeenkwam ook weer met hetgeen wat er op sloot met Monroe Instituut. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja. Nou, eigenlijk, hè, wat die hypnose doet, waar ik mee werk, is dat mensen dus in dezelfde bewustzijnstaten komen als we Hemisync gebruiken tijdens die programmaweken en de weekends. En dat is dus die mooie overlapping. Dus eigenlijk ben ik voortdurend zit ik in die energie. Mm-hmm. Hoe heerlijk is dat? Ja, vooral ook als je het zelf hebt verkend en zo, en zelf hebt meegemaakt. Ja, want dus heb ik nog niet gezegd. Dus ik ben dan in 2012 opleiding gaan volgen en in 2013 een eerste weekend gegeven. En toen had ik jou gecontacteerd terug. En toen, je hebt dat mee georganiseerd, mijn allereerste weekend met Hemisync. En daarna heb ik nog meer weekends gedaan. En op een gegeven moment ook de opleiding in Amerika gevolgd om de weekprogramma's te geven. En dan hadden ze mij daar gezegd van, ja, het is best dat je iemand hebt op wie je kan vertrouwen, die jou mee bijstaat als je dat voor grotere groepen doet. En dan heb ik dat ook aan Priscilla gevraagd. Ja. Dat, zo is het eigenlijk. En dat, nu spreken we over 2008, 2009 of later? Nee, wacht even, 2012, dus 2013 het eerste weekend. En dan in 2016 hebben we de eerste weken gegeven. Ja. Vanaf 2012, er zijn Maya-voorspellingen, er zijn andere theorieën erover. Maar blijkbaar is er toen ook toch wel een soort van... zijn er wat openingen gekomen in bewustzijn, in wakker worden. Later hadden we die gele hesjes, kwamen wat meer mensen. Nu is die COVID geweest. Hoe, Priscilla, van jou weten we het ongeveer. Maar herken je jezelf een beetje in terug in mensen die nu ontwaken, zeg maar? Het proces en alles? En stuur je ze daar een beetje bij aan als ze dat vragen tijdens die sessies? Ja, want weet je, het is eigenlijk zo dat ik... iemand is een hele dag bij mij. En ik heb een voorgesprek, daar starten we natuurlijk mee. En daarna komt het hypnosedeel, zeg maar. Maar in dat voorgesprek
vragen mensen mij, ja, stellen veel vragen. Daar ben ik soms 3 uur mee bezig. En daar komt heel veel informatie, kan er naar boven komen. Soms zeggen mensen al van, ja, ik moet de sessie nog doen, maar ik ben al helemaal oké met wat er nu al is gebeurd. En niet, ik vertel gewoon van mijn belevenis, wat ervaringen. En daar waaruit heel veel inzichten kan komen. Dus, maar wat ik wel merk, is dat de laatste jaren, wat jij al zegt, dat die bewustzijnsontwikkeling, ik zeg stom woord eigenlijk, maar dat heel duidelijk zichtbaar is, zeker. En dat de cliënten die nu komen, vergeleken met 10 jaar geleden, zijn andere mensen. Ja, want je merkt sinds de COVID zijn timmermannen hebben overwerken en hypnotherapeuten, zeg maar. Dat zijn twee beroepen waar je heel lang op moet wachten. Timmermannen van mij 1/2 jaar, jij dan 1.5 jaar. Dat zegt wel wat, toch? Ja, 1 jaar, hè? Ik zit niet 1.5 jaar. Nee, oké, maar het zegt wel wat. Een jaar wachttijd en dat mensen dit zo serieus zijn gaan nemen. Er verandert wel iets. En nu we het toch over Dolores Cannon hebben. Eigenlijk stond het ook al, ja, ik wil niet zeggen voorspeld, maar toch wel ook omschreven dat dit eraan ging komen. Oh ja? Nou, ik heb letterlijk uit haar boek ook kunnen waarnemen dat ze met ziektes, dat er een scenario is waarbij met epidemieën wordt gedreigd die niet echt zouden zijn. En dat ook vervolgens zal resulteren in grotere ontwaking, zeg maar. Dat zie ik wel terugkomen. Ja, volgens mij ook in het boek van Nostradamus, Gesprek met Nostradamus. Ja, ja. Dat Convoluted Universe is lang geleden dat ik dat gelezen heb. Dus ik kan dat niet meer terughalen. Ja, ze hebben 3 series met Nostradamus. Met Nostradamus, ja. Zou je dat misschien wat gedetailleerder kunnen... Dus zij noemde dat channelings, toch? Ja, weet ik niet of ze het echt zo noemde. Oh, maar wat er gebeurde was eigenlijk wel bizar. Want ze had een cliënt die in een ander leven terechtkwam. Dat zij de leerling was van Nostradamus. En daar beleefde ze van alles. En Dolores heeft met deze cliënt heel veel gewerkt om informatie naar boven te halen om haar boek te schrijven. En... en wat er gebeurde was dat op een gegeven moment Nostradamus zelf kwam. Dus via die cliënt van Dolores sprak Nostradamus rechtstreeks met Dolores. Terwijl hij daar in, wanneer was het, 16 of 1800, zat. En hij regelrecht met Dolores sprak. Waarom nam hij contact met haar op? Omdat de kwatrijnen, dus die voorspellingen van hem, op een hele verkeerde manier zijn geïnterpreteerd in onze tijd. En daar wilde die eigenlijk wat aan doen. Mm. Dus hij wilde haar informatie geven via die cliënt om te zorgen dat die voorspellingen, want ze zijn verkeerd vertaald. Ja. Ja. En we spreken nu over 1989, dacht ik. Dat ze dit boek heeft uitgebracht. Dat zou kunnen. Heb ik van je website. Oh, heel goed. dat heb ik, maar mijn website. Ik doe mijn huiswerk. Ja, heel goed, Dino. Heel goed. Ik had niet anders verwacht van je. Maar ik vind dat, kan je daar even iets over vertellen? Wat er dan verkeerd is geïnterpreteerd? Of hoe dat vervolgens is gegaan met Nostradamus, zeg maar? Verder. Maar kijk, sommige voorspellingen zijn niet juist. Of hij wilde eigenlijk dat Dolores ze opnieuw schreef. En dat heeft ze gedaan. Dus er zijn 3 boeken uitgebracht. Ik heb de eerste en de tweede gelezen. Ik moet je eerlijk zeggen, ze heeft 19 boeken geschreven. Dus ik heb ze ook niet... Ik heb de meeste wel gelezen, maar die derde heb ik dan niet gelezen. Want daar zijn die kwatrijnen dan, die dan op een andere manier zijn, of op de juiste manier volgens hem zijn geïnterpreteerd door Dolores. Mensen, jullie kunnen ook, als je echt niet van lezen houdt, op YouTube staat er ook presentaties juist over die sessies met Nostradamus. En wat zij toen vertelde, is dat Nostradamus zwaar complot inging elke keer. Hij begon toen al over Bilderberggroep. Vertelde zij al. Maar zij durfde daar niet op in. Want ze zei ook in die sessie van, ik ben bang dat ze me gaan afmaken als ik hierop inga. Ze was een beetje angstig ervoor. Ik weet niet of je dat herinnert. Nee. Nee. Ze wilde daar niet... Of ze maakte er een beetje geintje van, moeten we dit in het boek gaan schrijven? Hmm. Hij kwam met veel complot in Nostradamus in ieder geval daarin. Ja. En ik zou wel eigenlijk willen weten een keer... Wat voor voorspellingen zij dan heeft geschreven dan? Wat die correcties waren? En of ze uitgekomen zijn. Nee, ik weet in ieder geval wel dat hij het voorspeld heeft van 9-11. Dat
Zo in zo'n totalitaire staat en dat mensen onderdrukt wordt, ja, daar had hij het heel erg over dat terug te vinden. Ja. Wat eigenlijk in 1989 best wel, was nog voor David Tijk en zo. Maar volgens mij ook het virus. Hij heeft ook echt over een virus gehad wat dan zou komen, wat van de apen afkomstig is. Oh ja. Dus al die scenario's die erin zitten. En nou, Dolores Cannon is overleden natuurlijk, 2016? Nee, 2014. 2014, de dochter heeft de werk voorgezet, hè? En heeft zij nog... jullie hebben toen de gelegenheid gekregen om dit verder uit te breiden, zeg maar. Manier van quantum healing. En is die dochter nog een beetje bij betrokken bij dit? Of is ze alleen met boeken en zo uitgegeven? Nee, haar dochter heeft het eigenlijk overgenomen. Okay. En zij geeft dus online, ook fysiek volgens mij... Maar ja, zij heeft een hele andere energie. Dus ik ben eigenlijk niet met... Julia heet ze. Ja. Ik ben niet met haar bezig. Want haar energie is anders. En dat past niet bij mij. Maar het is voor mij. Ja, hè? Voor iedereen anders. Tuurlijk. Dus, maar wat ik zelf gedaan heb... Kijk, omdat Dolores zei dat zelf. Hè, waar ik stop, gaan jullie verder. Dat is ook wat ik gedaan heb. Ja. In mijn sessies. Dus het hartsintelligentie is erbij gekomen. De 5 biologische natuurwetten. Dus de Germaanse geneeskunde. Daar ben ik ook in opgeleid. Dat neem ik mee in de sessies. Stukje shamanisme. Waardoor eigenlijk, wat ik gemerkt heb, is dat de sessies nog dieper gaan. Nog meer vruchtbaarder. Kan het ook zijn dat als je hem puur uit je brein doet. En volgens mij deed Dolores het ook via een piramide, zeg maar. Dat je dan in die matrix blijft. En als je het via het hart doet, niet. Moet ik het zo een beetje zien? Dat je dan meer richting de bron gaat, zeg maar? Of is dat... Kijk, de piramide gebruik ik dus niet. Hè? Okay. Want wat jij zegt, dat is het enige wat ik dus niet doe. Hè? In de Dolores haar inductie, dus het in trance brengen. Daar gebruikt ze een witte piramide voor. Maar ik heb vanaf dag 1 dat ik daarmee werk... Of ging werken, voelde dat niet goed. En ik luister naar mijn gevoel. Dat is het. Dus ik gebruik die piramide niet. Heb ik nooit gebruikt. Je voelde gewoon iets van, nee, dat is niks. Dat klopt niet, nee. Voor mij niet. En dus die haal ik eruit. Is maar één regel, hè? Ja, tuurlijk. En voor de rest is het haar inductie. Ja. Maar wat jij zegt van, ja, ik weet niet of je het zou kunnen dat je in de matrix blijft. Geen idee. Er zijn alleen veronderstellingen van ik denk van omdat we wel eens hebben over die interrupties, weet je wel, van die programma's en zo, en dat het hart toch daartegen bestendig is en hoofd niet. Ik denk bij mezelf, misschien heeft dat ook effect op de hypnose, zeg maar. Ja, maar ik geloof daar heilig in. Daarom doe ik dat, want kijk, dit is een kleuter, hè? En hier zit alle kennis in je hart. Dus wanneer mensen daarmee contact maken in de sessie... ja, er gebeuren de mooiste dingen. Dus ze kunnen contact maken met waar ze vandaan komen. En natuurlijk gebeurde dat bij Dolores. Dolores is de master, hè? Dus er is totaal geen negativiteit over haar. Maar ik merk gewoon dat wanneer mensen dat extra doen... contact maken met hun hart in de sessie... dan kunnen ze zo'n diep contact maken met hun totale zelf... waardoor er... echt de antwoorden makkelijker komen en contact maken met soms met waar ze vandaan komen. Een hele emotionele sessies kunnen dat zijn of momenten. Dus ja, het doet echt iets. Ik was verbijsterd dat ik zoveel onderzoek al had gedaan, 10 jaar, 11 jaar, totdat ik bij jou kwam en gewoon niks over hartsintelligentie wist. En heel veel mensen niet. Mm-hmm. Is dat je wel eens opgevallen? Ja, of heb je wel eens afgevraagd... Hoe kan dan zo'n vaststaand feit... want we praten hier over feiten, zeg maar... zo voor ons worden verborgen... zowel op de geopolitieke laag als op school... maar zelfs dus in de spirituele wereld... Ja. Heb ik het eerlijk gezegd niet gehoord. Nee. Ja, laatste tijd hoor je iedereen erover. Ja, dat klopt. Maar dat is waar wat je zegt. Maar je moet ook niet vergeten van... ook al weten mensen het, hè... hoe snel ben je uit je hart... Er is ontzettend veel afleiding. Dus ik hoef alleen maar, bijvoorbeeld, ik kijk nu naar jou. Hè? Mm-hmm. Als jij iets geks zegt en ik ga erom lachen of ik denk van, dan ben ik er al uit. Mm-hmm. Dus het is zaak om continu bewust te zijn van dat je daar zit. Hoe moeilijk is dat? Dus heel vaak moeilijk. Hebben mensen zoiets van, ja, laat maar. Hè? Ja. Maar als je dat blijft oefenen, dus dat heb ik doe het sinds 2016 echt voortdurend. Hè? Zodra ik weet, oh, ik ben eruit, hup, naar binnen. De dingen gaan veranderen. Het gaat veel gestroomlijnder in je leven. Je bent veel meer in balans. Je bent veel meer in harmonie. Waardoor ook je omgeving daarop gaat reageren. Hij denkt van, hè? En creëren. Dat doe je gewoon makkelijker. Ja. Dingen manifesteren.
Dus vandaar dat hart is zo belangrijk om daar te zijn. Plus je kan makkelijke contact maken met wie je ten diepste bent. En makkelijke contact maken met, als je het zo wil noemen, je familie. Hè, die ook altijd bij jou is. En ik bedoel niet biologisch, iets verder. Dus, ja, daar is ook al moeilijk contact mee te maken. Maar laat staan die verder. Ja, soms wel. Weet je wat ik dus heb ontdekt door jou, wat jij ook vertelde over het werk van Martijn en plus nog andere mensen of van Dolores kennen, maar vooral, je denkt constant dat je één persoon bent, maar eigenlijk heb je een soort van dubbele persoonlijkheid of dubbel karakter. Één persoonlijkheid en één bron, toch? Wat jullie totale zelf dan noemen. Ja. Dat verschil leren herkennen en die totale zelf de hoofdrol geven en dat die persona op tweede plek zetten. En nu is het andersom, zeg maar. Want persoonlijkheid kan je ook niet helemaal weghalen. Nee. Dus je kan niet alleen maar je totale zelf zijn. Dus die persona, nee, die moet hier ook aan meedoen in dit leven, denk ik. Ja. Alleen bij ons krijgt die een te grote rol, denk ik. Hoe zie jij dat? Ja, maar dat is waar. Die omschakeling. Want eigenlijk identificeren wij ons voor 95%, zeg maar, met onze persoonlijke zelf. Hè? Zo noem ik het dan. Maar dat deeltje wat hier is gekomen, een deel van jouw totale zelf, wat hier is gekomen, wat wij dan originele zelf noemen. Want eigenlijk, hij heeft dat zo bedacht, gevonden. Eerlijk is eerlijk, Belgen hebben hele mooie, chique termen. Die moet je ook aan Belgen overlaten, weet je. Nee, maar dat is een goede, totale, originele zelf. Maar is oorspronkelijk is allemaal hetzelfde, maar op eigen manier verteld. Ja. Maar dat stukje, dat heeft een ruimtepak nodig. En dat ruimtepak, dat is jouw lichaam, dat is mijn lichaam. Ja. En wij, en met al zijn trauma, met programma's, programma's van wat erin zit, van je voorouders, die je gratis en voor niks gedownload krijgt. Als zij hun trauma niet oplossen, hun programmatjes, dan wordt het gedownload in de generatie daarna. Dus je bent al geprogrammeerd als je geboren bent. Ja. En dan komen er nog eens imprints of invoegingen. Het systeem waar we in leven. Hè? Dus, we staan 4-0 dus, achter als we geboren worden al. Staan we eigenlijk achter, ja. Maar er zit ook bijvoorbeeld het trauma, het drama-driehoek. Zodra we in drama zitten, want je bent redder, slachtoffer of dader. Rolf heeft dat ook al eens heel mooi verteld. Maar dan zit je ook in je persoonlijke zelf. Zodra, daar is ook geen gelijkwaardigheid. Je oordeelt, het is ego, dat allemaal. Terwijl als je in je hart zit, dan maak je dus contact met je originele zelf. Dus dat stukje van jouw totale zelf, wat hier is gekomen. Dat is los van drama. Dat is geen trauma. Dat is gelijkwaardigheid. Wat is dat nog meer? Geen oordeel. Het is trauma's doen er niet meer toe. Nee, omdat je daar zit. En het is er nog wel, maar je kijkt er anders tegenaan ook. Zonder je mee te identificeren natuurlijk. Je kan er geen contact mee maken als je hier zit. Of geen contact mee maken, maar het is niet op de voorgrond. Nee, ik zat 2 dagen geleden op mijn bed zo te mediteren. En ik zat zo goed in mezelf. Ik werd echt heel erg gelukkig. En ik had dat gevoel eigenlijk die hele dag. 2, 3. En ik dacht, hoe hou je dat vast? Maar ik denk dat het bijna onmogelijk is om dat gevoel, want dat was zo krachtig. Dacht ik van, wow, maar dit is het. Dit zou ik eigenlijk moeten vasthouden. Ja. Kan jij dat dan, zeg maar? Of kunnen mensen dat? Ja, maar ik kan dat nooit voortdurend, hè? Nee. Maar dat is dus wat jij, dat bedoel jij ook. Ja. Maar het is wel door het oefenen, kan je het steeds langer. Wow, ja. Kijk, in het begin, hè, toen ik in 2016 daarmee begon, steeds naar mijn hart. Ik was er voortdurend uit. Dat je bijna GVD... Je kreeg het moeilijker ook, hè, meteen. Ze gaan je tegenwerken natuurlijk, hè, om niet in je hart te zitten. Dus je moet meer je best doen ook. Wat je gaat merken is dat in het veld, hè, waar je in leeft, dat er wat uitdaging gebeurt, waardoor je eruit gaat. Maar ja, als je dat in de gaten hebt, dan ga je er weer in, hè? Klopt. En zonder daar boos om te worden. Ja. Want ik zeg altijd, ik heb een aapje op mijn linkerschouder en dat aapje is mijn ego. Je hebt een aapje nodig. Maar dat aapje wordt niet groot. Dus zodra ik eruit ga, veroordeel ik mezelf nooit. Ik ga gewoon om lachen. Humor, dat is belangrijk. Om alles met humor te benaderen. Niet de hele serieuze dingen. Nee, hè? Nee, nee, nee. Maar tuurlijk. Je snapt wel wat ik bedoel. Nee, dus door het te blijven doen, ging dat steeds makkelijker. En ik van, ik kan er nu veel langer in blijven. Goed dat je dat benoemt, want ik had daar vroeger last van. Als je dan wel iets verkeers doet, dat je
dan wel uit dat stuk bent van die woede, maar dan komt een schuldgevoelprogramma dat je datgene hebt gedaan, juist daarvoor. Ja. Maar eigenlijk heeft het geen nut, die schuldgevoelens. Nee. Hopelijk leer je er wat uit dat je het volgende keer niet doet. Tuurlijk, ook goed voor andere mensen. Maar dus het is één programma op de ander die elkaar opvolgt. Precies. Om je daarin te houden. Dus als je het in de gaten hebt, een schuldgevoel, hoort allemaal bij de persoonlijke zelf, hè? Ja. Dus dan moet je gewoon beseffen of realiseren van, oh, wacht even. Ja. Dus het systeem zorgt er nu voor dat ik dat gevoel krijg. Dus aapje, en ik ga weer naar binnen. Ja, en dat is soms flink aan de bak gaan, hè? Ja, dat is waar, maar ja, uitdagingen. Uitdagingen worden steeds groter. Laatste weken ook wel, heb ik gemerkt. En het is ook, ja, training heb ik wel eens iemand horen zeggen. Het is meer training dan jezelf erin trainen. In de sessies werk ik hier ook altijd mee. Dus mensen krijgen tools om dat hartgebied vast te kunnen houden. Ja, dat is echt oefenen. En dat is op dat moment inderdaad denk je, wauw, als ik me zo altijd zou voelen, dan ik heb ook het idee dat die creatie, zeg maar de reactie van hetgene wat je wil creëren, veel sneller ook gaat. Ja. Je kreeg dingen ineens zo snel voor elkaar. Als je gewoon ook lekker in je vel zit. Ja. Dat is het ook. Maar je huis toch? Ja, dat verhaal heb ik denk wel 3 keer verteld na hypnose bij jou. Maar weet je wat het toen ook was? Ik had hypnose bij Priscilla dus gedaan. En ik had een soort van reset. Want je gaat toch heel subtiel weer voor je systeem ingetrokken, zeg maar. En toen we die sessie hadden gedaan, kwam ik thuis, dacht ik van, huizenmarkt en alles, dat is, ja, Matrix, dacht ik. Dat is het programma wat hierin zit. Want huizen gaan hier met €50.000 moest je meer betalen. Anders maakt hij niet eens kans. En had je nog 50, 60 mensen voor jou en alles. Dus eigenlijk volgens de Matrix-regels, rationeel bekeken, was het onmogelijk. Ja. Maar ik had, en dat heb jij niet tegen me verteld of zo. Ik was op internet. Ik had het gevoel, ik ga gewoon iets vinden. En nou, je ziet het nu zelf, hè, hoe het dat zo uitkomt. Maar dat kan dus ook met andere dingen. Maar dan moeten we buiten de logica stappen misschien. Ja, maar ook kijk, waarom gebruik je niet de Matrix-regels? Want die kan je gewoon gebruiken als spelend. En dan kan je ze gewoon, dan kan je er doorheen navigeren. Dat doe ik zeker. Gebruiken. Alleen als ik zeg maar Matrix-gedachten had van er staan 50 mensen gemiddeld in de wachtrij voor een huis en ze overbieden nog met €50.000, €60.000, dan raak je ontmoedigd en ga je er niet eens aan beginnen. Tuurlijk, en dat is precies de bedoeling. Ja. Maar als jij dan, want wat ik dan altijd doe is van oké, ik volg nu precies de agenda van de krachten die aan het systeem draaien, dat ga ik dus niet doen. Oké. En dus ik probeer te blijven spelen. Mm-hmm. Met een hele andere energie van, ja, hè, niet vast, maar we zien wel. Hoe kijk jij aan tegen die krachten en wie zijn dat volgens jou, zeg maar? Hoe is jouw optiek daarin die ons tegenwerken of op een metafysisch level misschien of onzichtbaar level of zichtbaar, wat jij wil maar vertellen? Daar gaan we weer helemaal ergens anders naartoe. Ik vind het prima. Nee, maar weet je wat het is? Hoe ik het zie is, kijk, dat ze bestaan is duidelijk. Hè? Maar ik blijf uit het drama. Ik doe dat niet. Want kijk, als je hier zit, daar is ook gelijkwaardigheid. Dat zie ik ook. Dus of ze er nou wel of niet zijn, ze zijn er, maar ja. Je hebt er geen last van in de zin dat je daar constant mee bezig bent of zo? Ik zie het, hè, om me heen. Ik ben me ervan bewust. Maar ik probeer juist uit dat veld te blijven van verdorie en frustratie en drama. Dus. Precies. Ja. Want dan hebben daar mensen veel last van, merk je dat? Dat ze zich slachtoffer voelen van het systeem en zo? Ja, heel veel. En die bij mij komen ook. Ja. Of die echt kwaad zijn. En verdorie, krijg dit niet voor elkaar en dat niet voor elkaar. Maar zodra ik ze erop wijs, zo van hoe het dan eigenlijk zit. En dat drama driehoek gebruik ik ook altijd. Ja, of je voelt je slachtoffer of dader of redder. Dan ben je met het systeem bezig. Mm-hmm. Dus wat het systeem niet kan of niet wil, is dat jij hier zit, dat je in je kracht bent. Ja. En van daaruit je ding doet. Dat wordt heel subtiel aangepakt, hè? Altijd. Ja. Voor je het weet zit je erin. Het is niet zo dat het zich meteen laat zien. Ja, maar scènes die elkaar opvolgen en voor je het weet, hè? Ja. Oh, ik ben er. En
Ik denk dat het gewoon belangrijkste is dat mensen kunnen inzien, ook al maken ze die fout inderdaad, dat ze weer terug kunnen naar zichzelf. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we geleerd hebben afgelopen jaren. Maar je bent ook niet te lezen. Als je hier, als je van naar binnen gaat, ben je niet te lezen. Dat is het. Onvoorspelbaar, hè, natuurlijk. Ook. Niet algoritmisch, zeg het eens, Rolf. Maar misschien ook, want het zegt dat als mensen fout zitten, dat ze terug naar binnen gaan. Maar je ziet niet fout, hè. Je ziet niet fout. Ik bedoel, je zit in deze realiteit. Je bent hier. Dat je naar binnen gaat, dan maak je terug contact met dat origineel zelf, met dat oorspronkelijk stukje van je totale zelf, dat weet waarom dat je hier bent. Dat is één stukje. Maar het is ook natuurlijk de bedoeling dat je dat persoonlijke zelf leeft. Ja. Je ziet niet fout als je daarin zit. Want ik hoor dikwijls mensen van, ah ja, maar ja, ik wil de harmonie en de eenheid beleven en de universele liefde. En daar kom je van. Je bent hier juist om het andere stuk ook te kunnen ervaren. Dat is het. Dus, maar vergeet nooit, en dat is iets, als je enkel aan je persoonlijke zelf vasthoudt, ja, dan zit je vast. Als je beseft en terug die connectie kan maken met origineel zelf en totale zelf via je hart, dan weet je dat je niet vastzit. En dan kom je uit die slachtofferrol, en dan kan je flowen en dan kan je, zoals dat jij zegt, spelen met de regels van de matrix. Ja, ik heb wel zo ook gezegd, wat is er mis met spelen in de matrix? Want we merken natuurlijk mensen die de afgelopen 20, 30 jaar zwaar spiritualiteit in zijn gegaan, apart in een hutje zijn gaan wonen ergens in een bos, dat zij het ook niet de oplossing gevonden hebben echt. Hè? Nee. En sterker nog, juist meer moeite hebben met integreren in de normale persoonlijke samenleving, zeg maar. En ja, dat balans daarin vinden. Als je dat leuk vindt om in een hutje te gaan zitten in een bos of op een berg te mediteren, dat kan heel louterend zijn, dat kan heel zuiver zijn, dat kan heel... En als je dat voelt dat je dat moet doen, doe dat alsjeblieft. Maar het is ook de bedoeling dat je hier bent. Precies. Precies. En soort van schakelen. Het is eigenlijk coherentie, balans tussen je brein en je hart. En ja, dat brein is je persoonlijkheid, maar laat het dan aangestuurd worden door dat hart. Ja, precies. En doorhebben wanneer je in het systeem zit, oh shit, ik zat fout, geen schuldgevoel. Ik ga niet janken daarom. Wat ik wel, waar ik wel dan zou zeggen is van, probeer het volgende keer niet te doen. Want anders ga je het weer elke keer je persoonlijkheid schuld geven. Toch? Dat je dan, hoe moet ik dat zeggen? Stel je voor, ik flik iemand wat. Mm-hmm. En dat ik daarna denk van, ja, maar dat is mijn persoonlijkheid. En doe je het volgende keer weer. Ja. Snap je? Ja. Dus ik probeer dan wel die fout die ik gemaakt heb. Ja. Geen schuldgevoel, maar dan niet meer doen. Ja, tuurlijk. Weet je? Tuurlijk. Het is vallen en opstaan, hè, met alles. Ja. Maar ik moet wel zeggen, je hebt een hele mooie uitzending over het hart gemaakt, hè? Ja, dankjewel. Dat heb je tegen mijn schoonmoeder ook gezegd, hè? Oh. Ah, ja, ja. Ik weet niet of je het mocht zeggen, jawel. Ja. Hoe heet het? Ja, die vertelde het. Anderhalf jaar geleden? Ja, je had haar aangeraden om die te kijken. Door jou is mijn schoonmoeder naar Dutch Matrix gaan kijken. Echt? Nee, ik wou ook zeggen. Nee, ik heb, mijn schoonmoeder is echt verrassend genoeg de laatste jaren echt met deze thema's. Ook natuurlijk omdat ze bij jou is geweest, staat heel open voor deze dingen. Ja. Ik denk dat ze ook wel zal kijken en groet aan mijn schoonfamilie. Laat ik dat ook een keer zeggen. Ja, die aflevering komt eigenlijk door de kennis die ik van jou had, die ik later van Martijn hoorde. Toen ben ik die HeartMath-instituut gaan kijken. En toen dacht ik van, wauw, ik zie hier gewoon echt mensen die niet op een spirituele manier bezig zijn, maar op een wetenschappelijke en toepasbare manier, zonder geitenwolle sok of zo, hun ding doen. Wat eigenlijk Monroe Instituut ook is, vind ik. Ik vind het ook helemaal niet zweverig of zo. Dus, het wordt op een technische manier uitgelegd. En van Greg Braden natuurlijk vind ik ook een hele mooie gast om te zien. Als ik bepaalde stukken van David Icke dan heb gekeken, of wat zwaardere complotafleveringen, vind ik Greg Braden wel een mooie afwisseling. Ja. Weet je? En die heeft het ook over dat hart en ook over dat hart met het instituut. Ja. Dus ik vind het geweldig met wat ze doen. En het zou mooi zijn als ze de kinderen al van kleins af aan dat besef geven. Dat zou prachtig zijn. Zeker. Ja, zeker. Ik wilde nog even wat vragen aan je. Dit is mijn persoonlijk onderzoek. Dit is een boek van Dolores Cannon. Gaat puur over de ontvoeringen. Kan je hem herinneren dat je hem nog hebt gelezen? Ja, ik heb hem gelezen, ja. Ja, weet je wat mijn vraag is? Is heel simpel. Ik heb hem niet helemaal gelezen. Mm-hmm. Maar
wat, een paar stukken die ik heb gelezen, die ontvoeringen worden hier verklaard, en je moet me corrigeren als ik het fout heb, van dat dat in levenscontracten staat en dat dat zeg maar met goede bedoelingen van de van die wezens is, dat dat gebeurt, ja. Zeg maar. Hoe, ja. Hoe zie jij dat? De mensen die bij mij zijn geweest in de sessies, die dat dus hebben meegemaakt. Hè, want er zijn mensen die komen van, ja, ik mis een stukje tijd, bijvoorbeeld, hè, in mijn leven. Ik was op weg ergens naartoe, of lopend, of wat dan ook. En opeens een half uur later of een uur later kom ik aan, maar ik mis die tussenfase. Wat is er gebeurd? 50 kilometer verderop ben precies, ik ineens. Ja. Precies. En daar gaan we wel eens terug naartoe in de sessie. Dan blijkt het dus hè, bij verschillende dat ze dus contact hebben gehad met andere intelligenties. Dat is nooit prettig geweest. Dat mm-hmm. is dus mijn ervaring. En nooit prettig, niet zwaar, maar dat ze daar dus... Empathieloos? Ja, ja, zeker. Zeker. Vaak zijn ze dan ook ergens in een, ja, noem het een ruimteschip. Ik heb geen ander woord anders ervoor. Maar dat is zo zoals zij het dan benoemen. Maar wat nooit prettig is geweest. Okay. Dus wat ik denk is dat is mijn denken. Dat wanneer iemand weer terugkomt, dat er zo'n laagje overheen wordt gelegd van, en sowieso geheugen weg, maar ook dat het wel prettig was. Kijk, als ze imprints kunnen invoegen, kunnen ze dat ook, hè? Ja, of een... Dat ze het slachtoffer zodanig manipuleren dat ze uitleggen dat ze voor het goede bezig zijn, zeg maar. Ja, ja. Dat ja. het allemaal de mensheid, voor de toekomst van ja, de ja. mensheid is en zo. Ja. Maar als je spreekt over levenscontracten, ja, als je je het contract niet herinnert dat je het hebt ondertekend, dat is een goede rol. Alles wijs maken. Dat is een hele goede. Ja. Die, weet je, af en toe als ik die Hollywood-contracten zie, hoe mensen worden geflasht, dan zie ik ook af en toe gelijkenissen met die contracten met die wezens. Kleine lettertjes niet lezen, niet herinneren, maar het staat wel vast. Hè? Ja, je hebt hem getekend. Ja, 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 wat voor staat. Misschien was ik wel knetterstoned of zo. Nee, maar ja, weet je waarom ik dat vraag? Disclosure blijkt steeds dichterbij te komen. Hè? In de mainstream worden steeds meer over UFO's gepraat. Ineens komen mensen ook waarschijnlijk ook naar jullie toe van... Goh, jullie zijn toch niet zo gek als we dachten? Of, noem maar op. Nou, de leiders daarin zijn toch wel Stephen Greer, hè? En het groepje. Uitmuntend werk gedaan. Maar als je met die geloven dus niet in die negatieve entiteiten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld al niet. Achten ze het niet mogelijk. En soms is aan hem gevraagd van, joh, maar hoe verklaar je dan die ontvoeringen? En zijn antwoord is dat zeg maar de overheid die gebeurt soms met of valse herinneringen, of dat de overheid met kloonwezens bezig is en dit doet om ons bang te maken voor de buitenaardse. Ik ben daar heel sceptisch over, want ik heb veel te veel hierover gelezen. Om te denken van, waarom zouden ze zo moeilijk doen om ons dat te laten denken? Kan ook op andere manieren. Wat is jouw mening daarover trouwens, Rolf? Eigenlijk, ik vind dat niet toe doet. Dat is mijn eerste reactie. In ieder geval, ik vind het redelijk primitief dat het op die manier ook wordt voorgesteld. In die zin dat als je vanuit je eigen bewustzijn en vanuit je totale zelf en daarmee in contact bent, dan kan je gelijk waar met gelijk wie contact hebben. En dan is dit eigenlijk ja, gescharrel in de marge. Mm-hmm. Het is, ik zeg niet dat het niet belangrijk is, hè, maar ik heb ook zoiets van, ja, er wordt veel over verteld, wordt ook veel, men bezoekt ons met ruimteschepen, het aantal UFO-waarnemingen stijgt en zo verder. Ik vind nog altijd, als je UFO's nodig hebt om hier te geraken, ben je een primitieve beschaving. Dat heb je niet nodig. Jouw oorspronkelijke menselijke vermogens zijn van die aard dat je doorheen alle tijden, alle realiteiten, alle dimensies reist, met alle mogelijke intelligenties contact kan hebben, informatie kan halen. Dus dit is eigenlijk, ja... Weet je waarom ik het aanhaal? Want stel je voor dat we straks een soort van contact gaan krijgen, dat we best wel sceptisch mogen zijn met wie dat ja, is. Okay. En, ja. Doordat Stephen Greer bijvoorbeeld zegt van, het zijn alleen maar de goeie,
gaan mensen daar ook weer vol vertrouwen op in. Ja, dus van zodra dat je gaat aannemen dat iemand zegt van dit zijn de slechte en dit zijn de goede, kom je weer in een oordeel, is er geen gelijkwaardigheid. En nog erger is dat je weer al je kracht weggeeft. Ah, maar dat zijn de goeie. Ah, ja. Die komen ons redden. Ah, die gaan ons zorgen dat de natuur dat die terug hersteld wordt. Ah, die gaan de energiecrisis. Ah, die gaan kanker genezen. Ah, want dat zijn de goeie. Ja. En dan de andere. Ah, maar dat zijn de slechte. Want die gaan... Dan kom je weer in het eeuwenoude verhaal dat alles wordt verdeeld, kan overheerst worden en jij geeft je kracht weer weg. Altijd weer dat verhaal. Wat wil je zeggen, hetzelfde. Priscilla? Jij wilde ook nog wat hier aan toevoegen? Nee, dat was het. Dat was maar ja, kijk, maar dat is juist waarom ik het doe, zeg maar. Van, joh, ga er gewoon open in. Vertrouw niet iemand, maar wantrouw ook niet per se. Ga erop in. Maar als op deze manier wordt verteld van er zijn geen duistere krachten, dan gaat iedereen er weer toch blindelings in. Ja, ook daar, ja. Dus, maar ook definiëren van wat zijn dan de duistere krachten. Het gaat altijd over lichtenergie en zware energie. Hangt daar ook geen lading aan. Maar wees er ook niet naïef in. Klopt. Als je enkel concentreert op het licht, dan doe je het duister teniet. Klopt. Dat heeft geen zin. Ja, dus het is een kwestie van in balans en het geheel aanschouwen, waarnemen. Maar altijd vanuit jezelf. Ja, precies. Want dat is je graadmeter. Ja. Dus dat inderdaad. Komen we altijd terug op datzelfde. Ja, maar weet je, als hoe gecompliceerd we het ook maken. Hè? Als er straks een andere intelligentie voor mijn neus staat, hè, dan ga ik voelen. Ja. Ik ga niet af op verhalen. Mm-hmm. Ik ga voelen. Mm-hmm. Dat is de intentie, hè? Want stel dat hier zo meteen iemand landt, dan ga je eerst zeggen, wow, wat gebeurt er? Ja, ja. En dan, oké, wacht. Maar dan die reflex, waar dat jij al sinds 2016 naar binnen gaat, dat je zegt, oh, wacht even. Goed, oké. En nu voelen, nu waarnemen, nu kijken wat er gebeurt. Mm-hmm. Dat is een heel ander. Ik ben even aan het schakelen heen en weer, hoor. Wat van Dolores kennen, omdat je het ook vooral over haar graag wilde hebben. En misschien wil je nog wat aan toevoegen. Wat mij dus opviel, is dat zodra je hiermee bezig gaat, ook met dat metafysische laag, begint het veld om je heen steeds beter te reageren. En die synchronisatie, zeg maar, komen steeds meer en meer voor dat je denkt van, maar nee, wacht even. Zelfs als je rationeel denkt, dit is geen toeval meer, snap je? Ja. En ik heb bijvoorbeeld gehad, kijk ik naar een documentaire op de televisie over dit soort zaken. En dan heb ik die documentaire bekeken. Had ik nog een aantal vragen. Lees ik het boek van Dolores Cannon, wat totaal niet, dacht ik, daarover ging. Nou, in de eerste twee bladzijden, die vragen die ik had, die worden beantwoord. Ja. Dat Erik nog steeds... Dat is zo absurd. Maar ik denk juist die reactie uit dat veld, dat mensen dat ook motiveert om dit serieus aan te nemen. Omdat je er zelf letterlijk zelf deel uitmaakt van het spel en niet degene bent die luistert naar wat iemand anders meemaakt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar dat, helemaal, ja, tuurlijk. Ja. Ik snap heel goed wat je bedoelt. En wat ik nou zo mooi vind is, dus zeg maar, iedere keer als ik iets had onderzocht en een nieuw inzicht kreeg, hè, bijvoorbeeld over vorige levens, over de matrix. Ik heb buitenlichamelijk of met mijn bewustzijn reizen op zoek naar antwoorden. Iedere keer wanneer ik een nieuw inzicht kreeg en heel veel ook gespart met Rolf daarover, van zou het niet zo kunnen zijn dat het zo in elkaar zit? Of zou het niet kunnen zijn dat het zo in elkaar zit? Wat gebeurt er? Binnen 1-2 weken komt er een cliënt bij mij en de totale zelf van die cliënt geeft mij het antwoord. Zonder dat ik erom vraag. Hè? Dus het totale zelf van mij, van de cliënten, die elkaar ook al lang kennen, die weten dat. Ongelooflijk. Dus je krijgt gewoon antwoorden. Ik noem het de natuurlijke algoritmes. Want ze zeggen toch sinds de COVID dat mensen complotten in zijn gegaan, omdat er elke keer via algoritmes een andere video tevoorschijn komt en dan mensen zo een vals beeld van een werkelijkheid krijgen. Ja. Maar dit beschouw ik dus als soort van natuurlijke algoritmes. Dus ik ben ergens met mijn gedachten bezig. Ik ben één ding aan het onderzoeken. Ja. En ik kreeg het gewoon via een ander kanaal zo voorgeschoteld. Net als op YouTube. Kijk eens ook naar deze video, weet je wel. Ja. Maar kijk, wanneer jij zeg maar in genieten zit, in zo'n energie, en dan komt het, dan weet je dat het klopt. Ja. Of je zit hier in je hart, dan komt het,
dan weet je dat het klopt. Zit je in je hoofd, je bent heel erg bezig met andere energieën, vanuit de persoonlijke zelf, en er komt zoiets, ja, dan moet je even afvragen van klopt het? Mm-hmm. Naar binnen en je weet het. Een ander voorbeeld, backdrop people had je het net natuurlijk over. Ik werk met Simon samen en elke keer als ik weer iets nieuws lees, ik ontdek die backdrop people, wat wij NPC's noemen, non-playable characters. Mm-hmm. Ik wist niet, toen bijvoorbeeld niet wat NPC's waren. Dus ik zeg tegen Simon, backdrop people, echt bizar verhaal, want dat schijnen dan biologische robots te zijn die een ander historie hebben dan de geïncarneerde bronwezens. Simon zegt, hey, maar dat is toch NPC? Ik zeg, wat is NPC? Hij zegt, ja, maar dat is een heel ding in Amerika nu. Dat gamers opgevallen is dat sommige mensen zich gedragen als de figuranten uit hun computergames. Dat ze heel veel overeenstemming hebben en dat daar onderzoek op zijn gedaan. Ja. Ja, en dat gaat zo met elkaar gepaard samen en alles. Als we daar toch even zijn. Je begon met het boek Three Waves of Volunteers van Dolores Cannon. Ik vind het, zou je misschien wat over dat boek kunnen vertellen? En misschien zouden we ook de kijker ook daarmee kunnen uitleggen wat het verschil is tussen, zeg maar, een wat die bronwezens nou werkelijk zijn. Starseeds, bronwezens en wat hen misschien anders maakt dan een biologische robot die wel een levenspad volgt. Ja. Als je wil, hoor. Het is gewoon zoals ik het zie. En als je niet wil, ook. Ja, ik wil het wel. Maar nogmaals, ik zeg erbij, het is zoals ik het zie. Vanuit jouw waarneming, juist. De Three Waves gaat eigenlijk over de drie golven van vrijwilligers die op aarde zijn gekomen na de bom op Nagasaki en Hiroshima. Er was, zeg maar, een noodoproep, zo zou je het kunnen zeggen, vanuit de aarde ontstaan om de aarde te helpen. En wat er gebeurde is dat er mensen incarneerden, wezens incarneerden, die een verschil konden maken. Want van buitenaf ingrijpen, nee. Maar het kon wel van binnenuit. Dus er werden mensen geboren met een bepaald soort energie, de eerste golf. De eerste golf zijn vooral mensen die hier, het voortouw nemen om de rest te laten komen. Beetje raak voorwerk. Gezegd, het voorwerk doen. Maar dat zijn veel mensen, waren veel mensen die in die eenzaamheid zaten, die hier niet wilden zijn. Maar iedereen komt vrijwillig, hè? Het is wat ik voel. En de tweede golf zijn vooral de mensen die eigenlijk er gewoon kunnen zijn, zonder iets te hoeven doen. Die zenden gewoon uit. En de derde golf zijn nu de wat oudere kinderen, hè, die het verschil komen maken. Nou, dat is eigenlijk waar het boek over gaat. Het heeft mij zo geraakt, omdat ik zelf daar heel veel herkenning in zag. Wat was je tweede vraag? Ik wilde graag weten wat dan het verschil is, zeg maar, tussen die wezens, die mensen, en mensen die hier altijd al waren dan. Ja. Of je dat weet, misschien weet je dat niet. Ik heb er een idee over, omdat ik daar ook onderzoek naar heb gedaan. Kijk, bijvoorbeeld, iedereen heeft het over 70-30 procent. Rolf, die heeft, jij zegt daar wel eens wat over, dat jij vanuit verschillende hoeken die 70-30 procent te horen kreeg. Misschien dat je dat eerst even kan zeggen, dan ga ik wel verder. Ja, ben wel benieuwd. Shamanen hadden het daar ook over, zei een keer? Ja, verschillende tradities en bronnen spreken over 30-70, waarbij dat 30% van de mensen bezield is en 70% niet bezield. Je zou het kunnen zeggen, de 70% non-playable characters, NPC's, eventueel, of de backdrop people, en dan 30% die verbonden zijn via een originele zelf en totaal zelf met het oorspronkelijk, met de bron, bijvoorbeeld. Maar je hebt daar verschillende bronnen. Je hebt de Andes-traditie. Andes? De Andes-traditie. Wie zijn dat? Andes. Zou je dat wat? De shamanen. Shamanen. En die zeggen dat de Andes-traditie zegt van, mensen... de mens heeft verschillende energiepunten. Een van de punten is een Viracocha. Een Viracocha zit eigenlijk boven je hoofd. En dat heeft een bepaalde kleur. En ze zeggen van, zij die bezield zijn, noem het dan zo, dat heeft een paarse kleur, een soort paarse kleur. Kunnen ze herkennen. Die Viracocha. En dat zien ze bij 30% van de mensen en bij 70% niet. Je hebt ook scalaire golven die 30% onberoerd laten, terwijl 70% daar wel door beïnvloed wordt.
Je hebt de backdrop people bij Dolores Cannon, ook die 3070. Je hebt... Ik heb zelfs van een islamitische jonge vriend van mij gehoord. Die heeft behang hier gedaan toevallig. Daar had ik het ook over. En hij vertelde dat ook in de Koran staat dat Allah 30% mensen bezield heeft en 70% dus, niet. Vertelde die ook zo. Dus je vindt in enorm veel tradities, in enorm veel werken van echt verschillende bronnen. Dus en Martijn van Staveren, die heeft dat natuurlijk ook over gehad. Dus, maar wat ik zo sterk vind, is dat toen ik dat bij Dolores las, in haar boek, dacht ik, wow. Want zoals ik het zie, is dan dat originele zelf. Dat is niet bij iedereen, dat originele zelf, dat stukje van jouw totale zelf, een ruimtepak hier nodig heeft. Zoals die drie golven, zonder dat originele zelf. Kijk, jij hebt een originele zelf, dat weet ik gewoon, dat voel ik. Maar als het er niet zou zijn, ben je er nog steeds, hè? Ja. Maar op een hele andere manier, zonder dat je zo echt met die bewustwording bezig bent. Dus is dat slecht? Is dat goed? Nee, natuurlijk niet. Er zijn hele liefdevolle mensen die bij die 70 horen. Dus daar gaat het niet om. Maar het is een extra dingetje wat daar zit, zeg maar. En waarom ik dit wat vaker naar voren haal, is misschien om juist de situatie waar we in zitten, waar die mensen juist meer zichtbaar lijken te zijn, die 70%, om hun ook juist beter te begrijpen. Want wij hebben dus blijkbaar bepaalde herinneringen, verborgen herinneringen, waardoor wij voelen dat deze realiteit niet echt klopt. Ja. Maar als je bij die 70% die een ander type bewustzijn heeft, laten we het zo noemen, die heeft geen referentiepunten. Ja, maar ze zijn ook heel gevoelig voor hypnose bijvoorbeeld. Niet de hypnose zoals ik het uitvoer, maar wat de overheid doet. Ja. Dus die zijn daar heel gevoelig voor. Kan je ze dat kwalijk nemen? Nee. Maar er zijn zoveel mensen die dan echt, snappen ze dat nou niet? En die ook bij mij tegenover mij zitten in sessies, die dan echt kwaad worden op bijvoorbeeld heel dat COVID-gedoe. Hoe kan het? Dat ze daarin ingaan. Ja, maar als je daar gevoelig voor bent voor wat de overheid zegt, kan je ze dat kwalijk nemen? Niet doen. Dus, maar snap je, dus die 70%, maar zelfs van die 30% mensen, die dus met dat originele zelf, is ook niet iedereen bewust. Nee. Hè? Er zijn er ook die daar totaal niet geen contact mee hebben. Schijnt ook geen statisch gegeven te zijn, zei je dan, Martijn. Want jij en ik kunnen ook straks naar buiten gaan en zo schieten in die backdrop. Ja. Als we connectie met ons hart totaal weghalen. Ja. Ja. Nou, zeker. En omgekeerd ook. En omgekeerd kunnen zij zich ook wakker maken. 70% kan je ook die kan ook aangezet worden. Dus. Maar ik denk als mensen zeg maar hier kennis van meer zouden hebben, dat je zeg maar denkt van oké, die persoon, hij is irritant, ze trappen erin, ze geloven wat de overheid zegt. Maar als jij het biologische verhaal erachter weet, kan je het voor jezelf beter plaatsen om er beter mee om te gaan. Ja, je kan het beter plaatsen om de gelijkwaardigheid te behouden. Juist. Dat je niet goed dat je dat zegt, En dat maak je juist mens om te zeggen van, joh, robot of niet, gelijk. Want uiteindelijk komt het uit één universum. Maar het is wel fascinerend, want juist in de COVID-tijd, kijk, Simon en ik hebben het hier zeker 5-6 jaar al over, omdat dat opviel. Maar in die COVID-tijd was dit zo zichtbaar, dat zo'n massa gewoon in meegaat. En ik vind het wel opmerkelijk, het is natuurlijk 70-30, dus wij zijn altijd in de minderheid. Je bent altijd raar, als er gestemd moet worden, die 70%, wij gaan het nooit winnen, ook niet met stemmen. Dus die 70% is zo programmeerbaar, dat ze gewoon al die agenda's kunnen worden uitgevoerd. Ja, tenzij, zeg maar. Ja, maar wacht even, want ik ben het niet helemaal mee eens. Want moet je voorstellen dat die 70% helemaal hier aanwezig zijn. Ja. En dat zij hun ding doen en wat stralen ze uit? Dat hele veld om ons heen wordt wel gevuld met waar zij hun eigenheid. Dus het veld, alle velden om ons heen, reageren daarop. Ja. Dus dan heb je die overgang. Wat gaat er dan gebeuren in het veld? Ze noemen het de matrix. Mm-hmm. En dat is steeds meer aan het komen. Ja. Ik heb het nu. Ik weet denk ik waar je heen wil. Want als je kijkt over de regels, matrixregels, bijvoorbeeld met stemmen, heb je gewoon, als ze al eerlijk gaan, de meerderheid wint. Als je het over kosmische regels hebt, maken die percentages niet uit. Wil je daar een beetje mee heen ook? Dus dat onlangs dat we met 30% zijn, kunnen we zoveel uitvoeren. Ja. Dat is buiten die matrixregels om. Ja.
ja, ik snap je, ik snap je. Alleen het is frustrerend voor mensen, omdat ze met geopolitieke laag velen nog steeds bezig zijn en niet dit soort thema's aanhalen. Snap je? Ja. En die handelen vervolgens wel uit frustratie, mm-hmm. wat ik ook zelf af en toe heb, en van, en weer een nieuwe regel, en let maar op, ze gaan straks die lentekriebels ook doorvoeren met voor kinderen, ik weet niet of je dat verhaal kent. Mm. Want ja, die backdrop, die 70%, ja, die doet alles wat ze zeggen. Wat de overheid zegt. Tenzij onze waarneming volgens jou anders wordt. Ja. En dat wij daar dan eventueel effect op hebben, ook op hun. Ja, want ja, wat doe je met je kracht, joh? Ja. Jij wou wat zeggen daarover. Klopt. Het gaat erover dat die 70%... computerspeltje, dat is eigenlijk een heel mooie vergelijking. Wat de NPC's doen volgens de regels van het computerspel. Ja, dat doet er niet toe, hè. Dat is maar de omkadering, dat is maar de omgeving. Het gaat erom wat dat jij doet. Als wel bewust karakter. Dus ga je mee in het scenario van het spel, dan wordt het geen spannend spel, dan wordt het een saai spel. Of ga je eigen script schrijven, eigen dingen doen en dan wordt het interessant. En dan zal de rest van het spel zich wel zetten, de omstandigheden naar wat je bezig bent. Daarover gaat het. Ja, en het grappige is dat er alles aan wordt gedaan om maar niet dat te doen waar jij het over hebt. Je wordt constant afgeleid via die backdrop people, via dit, via zus, via zo. En niet in die drama mee te gaan, ook al dagen zie je soms uit. Dat is best wel lastig soms hoor. Ja. Zelfs als je ervan op de hoogte bent, hebben we wel uitdagingen in. Ja. Maar als je er helemaal niks van af weet, kan ik me voorstellen, als je alleen maar naar de geopolitieke laag en elke keer maar dat nieuws blijft kijken en herhalen, wat ook goed is hoor, maar alleen maar daarin zit en dit als pseudowetenschap nog steeds ziet of per se bewijs moet hebben. Ik denk dat het echt goed is om dit soort thema's gewoon bespreekbaar te maken, weet je. Tuurlijk. We zetten daarmee ook velden aan die dicht zijn gegooid en zo. En zelfs als het niet zou kloppen, zeg ik ook in dit geval, het zou wel werken, zeg maar. Ook al zou dat niet zo zijn. Weet je, je kijkt iemand zijn gedrag en je begrijpt die persoon gewoon beter. En hoe irritant het ook soms kan zijn. Ja. Zolang dat je er niet mee gaat, maar er zijn ook heel veel modellen momenteel, human design en andere modellen die iedereen in hokjes en kadertjes plaatst, maar dat is niet de waarheid, dat is niet de realiteit. Het zijn hulpmiddelen waarmee dat je waarneming hopelijk kan verbreden. That's it. En dat wordt interessant. Ja. Maar het is nooit absolute waarheid. En ook als je zegt van, ja, je hebt aan de ene kant de verhaal die we nu vertellen, maar er zijn mensen die bewijs willen. Ja, welk bewijs? Nou, hoe ik het heb ervaren, ik ben ook altijd eerst heel rationeel geweest, als ik het goed zeg. Dus je wilt een soort van houvast en bewijs hebben vanaf een bepaald punt. Maar als je bijvoorbeeld het principe van Matrix en holografisch universum bestudeert en je ziet wat voor grote namen daarachter zitten, de topwetenschappers, dat we toch in een soort van holografische matrixconstructie zitten, dat staat voor mij redelijk vast, ook omdat de nieuwste universiteiten daarmee bezig zijn. Dan kan je wel ineens die backdrop people misschien ergens plaatsen, toch? Ja. En als je daarvan uit, dus dit is even wetenschappelijk bewezen, en vanaf daaruit als je het uitbouwt, kan je heel veel dingen die wij doornemen, kan je echt wel ergens plaatsen. Ja. Want jij hebt me ook wel eens een verhaal verteld met Hemisync en Matrix. Ik weet niet of je dat wilt delen of was dat niet voor delen? Je een keer ook soort van de Matrix soort van op een metafysische wijze hebt ervaren. Als je het niet wilt delen is ook goed, maar als je dat wilt even, doen. Toch even nog ertussen en dan ja, hoor, natuurlijk. Nee, want ik vind het interessant dat je zegt van, want zijn wetenschappers en topwetenschappers en die holografisch en zo verder. Dat is vanuit de wetenschappelijke geloofsovertuiging dat nu wordt neergezet en dat komt bij ons van, ah ja, nu kunnen we dat pakken in onze realiteit, kunnen we dat nemen. Mm-hmm. Aboriginals spreken er al duizenden jaren over dat Dreamworld. Is dat is net hetzelfde andere terminologie. Bizar, hè? Dus de beschrijving van de realiteit is hetzelfde, maar op een andere manier verteld. En dat maakt het alleen maar nog harder om te onderzoeken, juist. Van, kijk, daar wordt al duizenden jaren in de boeddhisme. Maar daarom zeg ik wil er gewoon mee zeggen van, kijk naar de oorsprong van jouw geloofstelsel. Ah, het moet wetenschappelijk bewezen zijn. Dat is ook maar één soort beschrijving van de realiteit. Er zijn er al duizenden geweest. Ja. Die allemaal dikwijls op hetzelfde neerkomen. Maar goed. Hoe konden ze dat weten toen, hè? Dat is weer een andere vraag. Ja.
dat maakt het. Je vertelde mij ooit iets. Hoe ervaar jij, hoe zie jij het matrixprincipe in het algemeen? En eventueel, misschien kan je uit eigen ervaring wat vertellen. Ja. Hoe je deze werkelijkheid ervaart zelf eigenlijk, constructie en alles. Ja, nou eigenlijk, hè, als ik ga reizen met Hemisync. Er zijn altijd begeleiders bij mij, delen van mijn totale zelf. Zijn gewoon aspecten van mijn totale zelf. En op een gegeven moment, ja, ik hoorde zoveel over de matrix. En natuurlijk ervaar ik dat ook op mijn manier. Maar ik had de behoefte aan, oké, laat het mij eens zien dan. Hoe is dat eigenlijk, de matrix, en wat er wordt verteld? Je kan buitenlichamelijk of reizen met je bewustzijn, kan je veel sneller tot antwoorden komen dan hier in deze realiteit. Hè? Want je moet je verplaatsen van A naar B. Dat duurt meestal ook al een tijd. En daar is het zo van, oké, jongens, breng me er eens. En, dus dat heb ik gedaan. En op een symbolische manier, dat krijgt iedereen, hebben ze mij dat laten zien, hoe de matrix in elkaar zit. Dat was eigenlijk heel bizar. Want wat ik zag was dat... ja, ik heb heel veel gezien, maar zoals het mij duidelijk werd, het was een soort spinnenweb wat om de aarde heen zat. De aarde, niet alleen de aarde, maar het universum, noem het even zo, gebrek aan woorden. En dat er een enorme spin, wat dan de designer voorstelt, nou niet de designer, maar de architect. Mm-hmm. En dat was... Ja, in alle levels van het bestaan van het universum was die daar. De poten waren daar, een deel van de poten en dan echt een enorme spin. En ik ben naar het einde van de grenzen van de matrix gegaan, want dat wilde ik zien. En daar zitten gaten in. Dus wat ik zag is dat er openingen zijn. Er wordt zoveel gezegd van we zitten vast hier, we zitten gevangen hier. Voor mij is het bullshit. Dat is niet waar. Misschien zijn we via die gaten ook hier binnengekomen. Oh ja, dat zou kunnen. Maar hoe het bij mij overkwam, is dat als wij gaan denken dat we vastzitten, dan is het zo. Ja. Dus jij zit wel hoop in de toekomst wat dat betreft, zeg maar. Geen hoop, ik weet het. Je weet het is, ja, voor mij een weten geworden. Niet alleen daardoor, maar ik heb nog veel meer onderzocht, ja, zeg maar. Maar dat is een van de dingen. Kom ik terug... En ik heb wel wat informatie van David Icke tot me genomen. Maar nooit... Ik las daarna een boek van hem. En toen was het hele... Hij beschreef precies hetzelfde in zijn boek. Een spin met weet ik veel wat. Als de... Hoe noem ik het? Architect, mm-hmm, van de matrix of het universum. In zijn ayahuasca-sessie was dat? Nee, in een van zijn boeken. Wow. Ik ga je nog iets vertellen. Ik had zoiets van, huh? Ik kreeg kippenvel. Voorkant van mijn nieuwe boek, ga ik je straks laten zien, is onder andere de architect, zo staat voor het hart. En om die hart is spinnenweb. Ah ja. Oh, ik laat je straks zien. Het is echt bizar dat je dat nu vertelt zo. En ik ben er nog steeds niet uit, die wezen die achter het hart zit. En dat laat ik ook open aan het publiek. Of dat de designers zijn, de good guys of de bad guys. Dat laat ik ook gewoon aan het publiek over. Dat daar ook geen oordeel op zit. Maar wel absurd dat je dan over die spinnenweb om het... Jij zegt aan aarde, ik heb het om het hart heen gedaan, zeg maar. Dus, ja. Maar als je in die wereld bent, hè, hoe feitelijk is dat? Is het een zweverig verhaal? Ik weet wat je gaat antwoorden, maar voor het publiek. Ja, voor het publiek. Ja, kijk, het feit dat... Bob Monroe was een zakenman en hij was heel, hij is totaal niet zweverig. Dus wat hij gedaan heeft, is om het uit de zweverige wereld te houden. Dus hij noemt het focus levels waar je in terecht kan komen. En hij heeft er ook een kaart, heeft het in kaart gezet. Dus de gebieden waar je terecht kan komen. Op een hele wetenschappelijke manier. Of hoe noem jij dat, Rolf? Het is toch wetenschappelijk? Ja, neutrale manier. Ja. Dus totaal niet zweverig juist. En zoals ik het heb ervaren, is... Kijk, nogmaals, iedereen krijgt symbolische informatie. Hè? Dus wat voor mij een rood rondje is, buitenlichamelijk, is voor jou misschien een blauw vierkantje. Maar je krijgt wel dezelfde informatie. Dus, maar het is totaal niet zweverig. Het is eigenlijk het meest... normale, voor mij, manier van communiceren. Mm. Ook met intelligenties en de informatie die je krijgt uit die velden. Normaler dan hier deze werkelijkheid. Mm. Ik vind dit niet normaal, hoor. Nee. Deze wereld en wat er om ons heen gebeurt. En hoe wij
contact hebben, de verbindingen. Dus ja, het is maar hoe je het ziet. Maar superleuk om te doen. En ze zeggen mensen wel eens van, ja, maar is dat niet eng? Nee, als je hier bent in je kracht. Want ben je hier uit je kracht in deze realiteit? Dat kan ook al eng zijn, Ik denk dat deze realiteit de meest enge realiteit is die er is. En we zijn bang voor betere realiteiten zijn we dan bang voor. Ja. Als iemand ontvoerd wordt, Stockholm-syndroom hebben. Een soort van aardesyndroom. Dat we denken dat dit... Zoiets is het wel. Ja. Maar voor jouw persoonlijk onderzoek is dat natuurlijk ook. Dus je leest Dolores kennen, het raakt je. Op een gegeven moment wil je het zelf ervaren. En dan ervaar je zelf die dingen die je hebt gelezen. En ik denk dat dat, wat Rolf ook in alle drie afleveringen heeft gezegd, je moet het vooral zelf ervaren, anders blijft het een aanname van iemand anders. Ja. Ik heb het op mijn manier gedaan, jij weet daarvan. Jullie doen het op die manier en wie weet doe ik het in de toekomst. Gewoon voor jezelf om zelf te ervaren van, oh, dan staat het echt vast. Toch? Nou, ja. Het staat nooit vast, hè? Dus... Dat het überhaupt bestaat, hè? Ja, ja. Dus ik heb het niet over complete waarde. Ja. Maar dat er een andere werkelijkheid, behalve deze bestaat. Of dat de ware werkelijkheid is. Of gaat het? Neem even een slokje water, joh. Ja, ga ik doen. Neem jullie het maar over. Hoe heet het? Wat wilde ik er nog aan toevoegen? Op die manier dus ervaar je dingen door te lezen, door te beleven en alles. En hoe zie jij deze situatie bijvoorbeeld komende 2-3 jaar? En ik zeg niet dat je een voorspelling moet doen of wat dan ook, maar wat zouden wij als mensheid moeten doen? Of heb je ideeën daarover om deze realiteit een beetje een wat positievere lading te geven? Zeg maar? Uit de angst. Uit de angst. Uit de angst. En hoe doe je dat? Dat is natuurlijk heel lastig, hè? Maar door zelf op zoek te gaan of dingen... Kijk, waar heb je angst voor? Nee, hè? Ik hou hem een beetje in de gaten. Ja, we hadden het over angst. Ja, ga maar verder hoor. Ik hou hem wel in de gaten. Dus uit de angst. Waarom heb je angst? Daar naar op zoek gaan en eruit gaan. Dat is het meest simpele. Merk je dat mensen die bij jou komen vooral met angst te kampen hebben, ook in de sessies? Onder bijna elk trauma wat er ligt, wat er zit, of programma, zit angst. Mm. Mm. Dus als je daar naar op zoek gaat, op wat voor manier dan ook. Vaak is het ook angst voor onbekenden, omdat we heel veel dingen niet kennen. Hè? Dat is het ook. Hè? Ja. Ook voor die werkelijkheden die ons misschien juist goed zouden zijn om te onderzoeken. Uit angst durf je natuurlijk niet. Ja. Dat zijn die 6 angsten, maar even voor de angst ook van de angst om kritiek en wat andere mensen denken. Dat is een angst die enorm speelt en dat is ook een angst die jij hebt overwonnen en die wij ook overwinnen of toch grotendeels door zaken als die toch te vertellen. Ja. Want oei, wat gaat de buurt denken? Oei, wat gaat de familie denken? Oei. Dat is het altijd. Wat zal een ander denken? En als we allemaal zo denken, dan komt er natuurlijk geen vooruitgang. En wie weet dat misschien volgende generatie of andere mensen geïnspireerd worden van, oh ja, weet je, het wordt nu wat meer in het veld gegooid, wordt meer geaccepteerd, dat breder wordt aangepakt. Maar ja, dat is een kwestie van afwachten. Mensen, ik ben eigenlijk door mijn dingen heen die ik wilde vragen. Wilden jullie nog wat delen? Hebben jullie nog misschien iets wat jullie zelf wilden delen? Of je praktijk heb je niet verteld. Praktijk Azura. 1,5 jaar wachttijd. Ja, maar het is wel zo dat ik... begonnen ben, 3 jaar geleden ongeveer, kwam er steeds de vraag van mensen, van cliënten, maar ook van therapeuten. Ik zou dat ook willen kunnen doen, wat jij doet. En kan je me opleiden? Dus toen had ik daar geen behoefte aan. Maar 2 jaar geleden ben ik daar serieus over gaan nadenken, omdat de vraag kwam en bleef komen. En is heel goed met de Rolf daarover gehad, van wat ga ik doen? Mm-hmm. En dus heel goed gaan voelen. En toen had ik zoiets van, ja, waarom ook niet? Het ging kriebelen. Ik denk, waarom zou ik dat niet doen? En inmiddels is het veel meer dan QHT wat ik doe. Dus alles wat ik daarin meeneem in een sessie, dat zou ik wel willen doorgeven. Zodat er gewoon meer mensen komen die hetzelfde kunnen. Want stel je voor dat ik er over 5 jaar of zo mee stop. Dat zou wel heel zonde zijn. Ja. En, maar wat ik ook wilde was dat mensen, dus deelnemers, konden ervaren hoe het is om te gaan reizen in bewustzijn. Want dat doen
potentiële cliënten. Hoe ga je dat doen? Want toen ik de opleiding bij Dolores deed, ben je eigenlijk in de diepe gegooid. Wat voor mij heel goed is geweest, want ik ben gewoon gaan onderzoeken. Maar als jij een cliënt gaat begeleiden, je bent zelf nooit daar geweest in die velden. Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je een cliënt begeleiden? Mm-hmm. Dus ik wilde heel graag zo'n opleiding geven, maar wel in combinatie met HemiSync. Zodat de deelnemers in de opleiding konden ervaren hoe het is om te reizen in bewustzijn. Dus de opleiding ben ik in oktober mee begonnen, samen met Rolf. Dus wij doen dat samen. 3 weekenden en een week. En daarin worden mensen van A tot Z helemaal klaargestoomd om dit ook te kunnen doen. Ik denk dat je aardig wat animo daarvoor kan hebben. Ik heb ondertussen ook mensen ontmoet die heel graag zelf met hun eigen ding die ze al doen, graag met eventueel HemiSync of Quantum Healing willen combineren. Hoe kunnen ze jullie bereiken als ze daar interesse naar hebben? Want ik neem aan dat je graag dat de mensen zich ergens kunnen aanmelden of zo. Ja, zeker. De opleidingen, ik weet niet of je dat bedoelt. Maar ja, opleiding, ja. De opleiding heet QM Hypnose en het is op qmhypnose.com. Ja, oké. Okay. Te vinden. En mijn praktijk is Praktijk Azure. Focus34.com is wat wij samen doen. Mm-hmm. Dus genoeg reclame gemaakt. Zeker, geen probleem. Hoe heet het? Ik zal ook alles in de omschrijving erbij zetten. Dus zowel Praktijk Azure, Quantum Healing, gecombineerd focus levels van Rolf met jullie samen. Zal ik er ook allemaal bij vermelden. Is er nog iets wat jullie erbij wilden delen? Of mij is een paar keer aangeraden van, joh, als je het binnen 1,5 uur doet, vinden we het fijnst om te kijken. Okay. Maar ik ben niet iemand die zich dan per se daaraan houdt. Maar ik zit er doorheen. Ik vind het leuk dat je er was, Priscilla. Wat mij betreft mag je vaker komen, dat weet je. Want ik weet hoeveel kennis jij hebt. En ik denk dat dit ook wel een mooie ingang is geweest. Dat je het nog redelijk beperkt hebt gehouden, maar nog steeds toegankelijk voor groot publiek. En je bent altijd weer welkom. Of samen, of je komt, weet je, een keer om wat nieuwe misschien inzichten te geven aan mensen. Dus dank je wel. En Rolf ook natuurlijk. Dankjewel. Beste mensen, eindelijk was ze hier. Ik heb jullie beloofd dat ze een keer zou komen. Maar ze moest het, uit zichzelf doen. Ik wilde er niet daarin manipuleren, zeg maar. Dus ik ben blij dat ze hier is geweest. Nou weten jullie eindelijk wie Priscilla Tielman is. En hopelijk komt ze hier nog een keer langs. Bedankt in ieder geval voor het kijken. En ik denk over 2 weken dat we met een nieuwe aflevering komen. Fijne dag of avond. Groetjes.